Dit is Floor Nijdeken. En dit is de eerste aflevering van Crafts Class. Samen met Crafts Council Nederland gaan we vandaag borduren in het Zuiderzee Museum. Aan de tafel die Floor het Crossover Collective noemt. Leg uit, wat is het Crossover Collective? Crossover Collective is mijn tafel, mijn borduurtafel, mijn sociale machine. Dus hiermee probeer ik mensen weer met elkaar in contact te brengen. Borduren is heel makkelijk te leren en heel makkelijk overdraagbaar. En het is een techniek die al, sinds mensenheugenis bestaat. Dit is kleine Floor. Floor was altijd al bezig met borduren. Dat heeft hij geleerd van... op de basisschool en van mijn moeder en van mijn oma. Borduren is echt het allerleukste als je het met elkaar doet. Daarom initieerde Crafts Council Nederland de Crafts Class. Samen met een handjevol kinderen... gingen Floor en ik aan de slag aan de borduurtafel. Tegenover ga je weer naar beneden. Daar zat ik in. En je kan hem dan daar weer doorheen halen. En dan ook weer schuin daar tegenover. Zo. Kan je gewoon wat rustiger borduren. Dan kan je eerst één kant op gaan. En als je die slot op hem gewoon bij je uitleggen hoor. Is heel hard aan het werk. Ondertussen leg ik je uit hoe je een kruissteek maakt. Je begint namelijk zo. Je pakt het stramien en de naald en draad. Je begint onderaan. Je steekt de naald door. Trekt de draad helemaal aan tot je het nog een klein stukje overhoudt. Vervolgens steek je de naald schuin tegenover het gat waar je net uit bent gekomen, weer naar beneden. Je trekt de draad ook weer helemaal aan, totdat je een schuin steekje overhoudt. Vervolgens steek je de naald weer in, maar dan naast het gat waar je begonnen bent. Je trekt de draad weer helemaal aan. En daarna ga je schuin tegenover weer naar beneden. En je begrijpt het al, er ontstaat een kruissteekje. Knoppen maken. En het knopje wil er nu niet doorheen. Ik mag. Jazeker, we hadden een aantal praatjesmakers aan de tafel zitten. Borduren, waar heb jij dat geleerd? Op school moesten we een keer een opdracht doen en dan moesten we voor de Olympische Spelen een stukje borduren. Van wie heb jij borduren geleerd? Van mijn moeder. Je moeder. En heb je het ook al aan je broers en zussen laten leren? Nou, mijn broers nog niet. Die houden niet zo van borduren? Nou, zoiets dan. En zo hebben we wat afgeborduurd. Zelf mocht ik ook nog even aan de tafel gaan zitten. Floor, vertel me nou eens, wie is nu het beste in borduren? Oh, dat is toch heel gemeen om te vragen, Fijn. Dat ga je niet vragen. Nee, voor mij gaat het er toch eigenlijk om dat iedereen hier aan borduren is. En dat ook kan leren en het leuk vindt. En dat we dan ook andere mensen laten borduren daarna. Dus het beste zou ik eigenlijk niet willen zeggen. De missie van Crafts Council Nederland is om kennis over ambachten door te geven aan de jonge generatie. Dit om ervoor te zorgen dat ambachtelijke vakken weer hedendaags worden en er mooie dingen kunnen ontstaan. Dit was Crafts Class. Tot de volgende keer.